Goedemorgen. Het is 7:15. It's gonna be a good day. Thanks for dropping us off. We hebben even een gratis kaartje gefixt bij de guest services, want we hadden een paar jaar geleden hadden we geklaagd. We waren met 7 man Universal en hadden we gezegd, en we moesten daar lang wachten en een beetje het verhaal aangedikt. Toen zeiden ze, oh, we're so sorry, hier, 7 gratis park-to-park passes. En hebben we dus door de jaren heen al gebruik van gemaakt. En vandaag hebben we de laatste opgehaald, dus het scheelt toch maar even $250. Het is heel duur. Ja. En nu gaan we kaarten kopen. Vastpas verkopen en dan kunnen we het park in. We zijn binnen! En het lieve meisje achter de kassa die heeft ons ook nog 15% korting gegeven op de kaarten. Dus wat waren wij nu kwijt? 150. Voor ons samen. Ja. Per kaart. Per kaartje. Maar per kaartje $150. We hadden 1 gratis kaartje. Ja, oké. Okay. Dus dat is nou toch goed. Yes. Ik vind het wat waard. Het is natuurlijk echt crazy money. Het is echt zoveel geld allemaal, maar ja, je moet het ervoor over hebben. Rocket. En in deze achtbaan kan je je eigen liedje kiezen. En dan kies ik altijd Gloria Gaynor, I Will Survive. Yes. Hij was top. Heerlijk. Maar hij is eenmaal gaan vliegen. En my favorite. Fun fact. Morgen gaan wij naar het concert van Blake Shelton. Hey, good looking. Yeah. Transformers was cool. Super vet. Goed verhaal. Nu gaan we naar de Tonight Show. Yay, Jamie Fallon. Give it another hand for hashtag the Dancing Panda, everyone. He is here to dance non-stop for the next 45 minutes. It's going to be exhilarating. Racing goggles. Thanks, honey. Ik werd een beetje misselijk van de Jimmy Fallon. Het was een reisje door New York, maar het was echt boei. Op een gegeven moment was je zelf op de maan. Was je zonder zwaartekracht en ik werd helemaal boei. Dus met een 3D brillen en alles en dan gaat het gewoon mis. Maar bij de Transformers had ik dat niet. Dus ik kan er gewoon zo doorheen kijken. Ja, we zijn net in de Mummy geweest. Dat is een van onze favorieten. En dat is een achtbaan in het donker. En nu is gewoon echt super leuk, heel gaaf gedaan. Ga je weer verslaan, schat, in de Men in Black? Waarschijnlijk wel, ja. Ja, it's just. Waar ik zeg maar, waar Merel 10.000 punten haal ik er dan 60. Maar vorige keer had ik echt een goed trucje, ik weet niet. Of ik het nog kan. But I'll try for you guys. Stay tuned. And I won. Yay. Het is dus een spelletje. Het gaat om alien schiet, krijg je een pistool. En dan een beetje volgens mij als de Buzz Lightyear. Heb ik gehoord. Dat was leuk. Dat was leuk. En ik had een bonus van 10.000. 100. You're welcome. 100.000? Oh my god. Veel plezier! Doei! Sasha die gaat in de Krusty Land Simpson. Dat is inderdaad, oh, wij zijn er 1 keer in geweest, de allereerste keer dat we Universal waren. Nou, we kwamen er nog net niet constant uit. Ik vind het echt de slechtste attractie ooit. Ja, dus people at home. Als je nog van de rest van je dag wil genieten, don't go there. Maar ja, Sasha, eigenwijze knul. Nou, luister maar niet naar ons, want Sas vond hem hartstikke leuk. Dus, niet gekotst. Niet gekotst en hij is niet misselijk. Hij vond hem super leuk. Dus, nou, ik ben blij dat ik er niet in was. Doei! We gaan in de E.T.
net in de E.T. geweest. En dat is gewoon echt een schatje. Het is een soort van droomvluchtattractie. Dan ga je met van die fietsen ga je dan zo, ik wil vluchten. Leuk. En nu zijn we onderweg naar een speciale lounge voor American Express kaarthouders, dus de creditcard. Er is een speciaal hoekje daarvoor gemaakt. En dan kan je even een gratis watertje komen halen en een chippy. Je hoeft niks meer te betalen, dat is super leuk. Kom chillen. Jij, let's go. The best for last. We gaan nu naar het Harry Potter gedeelte, namelijk Diagon Alley. Diagon Alley, daar heb je die bank met die hele grote draak erop. En daar is ook een attractie van. En de winkeltjes zijn ook allemaal echt en het is heel vet gemaakt. En bij Diagon Alley is ook een station. En dan kan je met, als je een park pass hebt, kan je met de trein die van het station vertrekt, kan je naar het andere park. Dit is Diagon Alley en we gaan nu in de Gringotts lijn. Tijdens de attractie kan je toch niet met elkaar praten, dus we gaan gewoon in de single rider. Zijn we lekker snel doorheen. Hello, sir. How are you? You look a bit angry today. Ruim 20 minuutjes later, denk 22 minuten of zo, en we zijn er bijna. Dus aanrader, single rider train. Almost there. De downside is dat Barbara nu aan de andere kant staat en Sascha in de achterste rij en ik rij daarvoor, maar ja. En stop! Ze hebben de kikkers, chocoladekikkers van Harry Potter. Hallo! Oké, okay guys, our train is leaving to Hogsmeade. Hey, sorry guys, have a great time. Thank you. We zijn nu in het andere park. Welcome to Hogsmeade. Ik ben druk hier zo. Wow. En kijk. That was quick. We hope you live to tell the tale. Welcome to Jurassic Park.
even een pizzaatje scoren. Hey friend, hebben ze een Italiaan laten invliegen om deze pizza voor ons te maken? Ik denk het. Handgemaakt in Sicilië door een opaatje. Dan snap ik dat die $16 kost. Wat? Oké. Okay. Wat is lekker dus. Gelukkig. Wat een aanstelletje met dat regenpak. From their native periods, ensuring long, healthy lives for these magnificent animals. Carasaurolophus. These enormous beasts, like prehistoric cattle, feed quietly on river plants and shore. Their hollow cranial nu durf ik niet meer te filmen, want we worden zo heel erg nat. She had to go all the way, baby. Outfit scan. Ben, nog even je start uit. Oh mijn. Daarom heb ik dus even mijn telefoon weggestopt. In mijn plastic tas. Slimme meid is ook voorbereid. Oh, jeetje. Achter mij is de achtbaan de Hulk van die groene sterke vent. En het is wel een gave. Het ziet er wel een leuke achtbaan uit. Hoe die zo helemaal loopt. Maar ik vind hem altijd heel slecht afgesteld, zeg maar. Je gaat echt helemaal zo. Blablabla. Dus ik ga er eigenlijk nooit in. Maar Sasha die wil er natuurlijk ook graag eens een keer in. Dus we gaan. Luister, het is inmiddels meer dan twee uur later. Ja, 2:05 later. 2:05 later. We hebben zo lang in de rij gestaan. Het was niet eens waard. Sasha, geef me een full review. Het was leuk. We hebben ook pijn. Maar we hebben gelachen, vrienden gemaakt. We stonden de hele tijd dus met meiden te praten in de rij en die zagen we dus net weer. En die zeiden gelijk zo van, oh, kan je me toch nog op Instagram? Grappig. Wij gaan gauw, want we worden dus nu alweer opgehaald. Oh, wat een waste of our time. Dat was een lang dagje. Een heel leuk dagje, hè? Very nice. We hebben het gehad. Very, very nice. It was a very nice day. Bye, Universal. See you next time.
Zal ik die nemen? Met bacon, dat is beter. Ja, zo'n lange dag is niks lekkerder dan mami spaghetti. Thank you so much, mommy. Oh. Met Texas Rose. Whatever. Yay, eet smakelijk, liefjes. Eet smakelijk. Ik kan niet meer. Echt een super leuke dag gehad. Maar natuurlijk ook heel lang en veel gelopen en veel gestaan. Uiteindelijk nog in de rij 2 uur. Dus ik ga nu slapen. Morgen gaan we een beetje een rustig dagje doen overdag. En s'avonds gaan we naar het concert van Blake Shelton. Okay, in Tampa. Dus daar heb ik heel erg veel zin in. Dus ik ga nu lekker slapen.